Een sensationele comeback voor Donar zaterdagavond. In Martini Plaza werd verrassend de volgende ronde van de Champions League gehaald. Donar moest in de thuiswedstrijd maar liefst 20 punten goedmaken. In het eerste kwart verdween de voorsprong die tegenstander Z-Mobile Pristina in Kosovo had opgebouwd als sneeuw voor de zon. Door het agressieve verdedigen en de goede schoten was de stand na het eerste kwart 30-14. Halverwege de wedstrijd stond het team van coach Erik Braal al de benodigde 21 punten voor. In het restant van de wedstrijd wist Pristina het nog wel spannend te houden. Aan het einde van het derde kwart was de voorsprong teruggelopen tot 18 punten. In het vierde kwart trok Donar met een stand van 80-55 aan het langste eind. Ondanks de grote achterstand uit de eerste wedstrijd hield center Thomas Koenis het geloof in een goede afloop. Ja, wij hadden nog steeds vertrouwen. We hebben met z'n allen de video teruggekeken en ja, er was zoveel ruimte voor verbeteringen. En ja, we wisten dat als we dat gewoon goed zouden uitspelen, dat we ja, genoeg kansen zouden krijgen, genoeg open schoten. En ja, dat heb je vandaag wel gezien. Voor de nieuwelingen, waaronder Shane Hamming, was het een warm officieel debuut in een kolkend Martini Plaza. Hey, deze hal is fantastisch. De fans zijn fantastisch. Het was een goede teamwedstrijd. Weet je, heel veel mensen dachten niet dat we met 20 punten verschil konden winnen, maar toch gedaan. Dus het is een heel goed gevoel. Ik voel me goed nu. De eerste kwart gaan jullie echt als een malle tekeer. Daarna dan even wat moeilijker. Wat gebeurde er precies? Ja, ik bedoel, weet je, we moesten gewoon hard de wedstrijd inkomen. Want weet je, 20 punten is 20 punten. Dus we moesten hard aan beginnen. Maar het is nog steeds een goede team. Ze gaan niet zomaar met 20 punten proberen te verliezen. Dus werd nog wel lastig, maar uiteindelijk nog gehaald. Dus ja. Je hebt wel op verschillende plekken gespeeld. Hoe zou je deze beoordelen? Deze plek, Martini Plaza, met deze fans? Het is ongelooflijk. Ongelooflijke sfeer. Dus ik vind het hier fantastisch om te spelen. Dat geeft zoveel energie. Geeft zoveel energie dat je in zo'n hal kan spelen met dit geluid. Dus grote complimenten voor iedereen die opgekomen was, die naar deze wedstrijd is gekomen. Want schitterende sfeer weer. Een tevreden Erik Braal geeft een groot deel van de credits aan zijn assistent. Nou, ik denk dat Meindert van Veen uitstekende job heeft gedaan door de wedstrijd zo te analyseren. Dat we ook wisten, gewoon punten wisten van dit zijn de punten waar we beter in moeten en kunnen ook. En dan voel je, dan heeft het team bepaalde handvaten. Kleine dingetjes maar. Maar als we dat beter zouden doen, dan hadden we meer kans. En we speelden in Pristina echt geen goede wedstrijd. Dus eigenlijk was het ook wel vrij makkelijk voor het team om te geloven dat het veel beter kon. Omdat we konden veel beter spelen. Hadden we al laten zien. Dinsdag speelt Donar in de tweede voorronde van de Champions League in Martini Plaza tegen Fribourg uit Zwitserland.